Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag zien we dat in Nederland en ook in de omgeving veel bewolking aanwezig is. En die bewolking hoort allemaal bij een lage drukgebied. En dat lage drukgebied ligt op dit moment precies boven Nederland. Als we wat dichterbij gaan kijken, dan zien we dat eigenlijk ook wel een beetje terug. De bewolking ten noorden van ons land die beweegt van oost naar west. En aan de zuidkant beweegt die juist van west naar oost. En die witte wolkenplukken die we op de satellietfoto zien, dat zijn ook buien die rondom dat drukgebied draaien. Als we de radarbeelden erbij bekijken, dan zien we dat ook duidelijk terug. We zien een centrum van het lage drukgebied dat ligt uh, zo rond het zuiden van Flevoland op de laatste beelden en trekt langzaam verder richting het oosten en zuidoosten. De zwaarste buien die trekken aan de zuidkant van het lage drukgebied langs, dus met name over Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en ook over Utrecht. In de ochtend kwamen ook nog een paar stevige buien voor rondom het IJsselmeer. En bij die buien is er op een aantal plaatsen een waterhoos gesignaleerd. Dit is een prachtige foto van Joep, genomen vanuit Noord-Holland, kijkend richting Flevoland. Dus van west naar oost kijkend. En die wolkenlucht, daar hangt dus een slurf onder. Dat is een waterhoos. En die kan met name voor de watersport toch wel gevaarlijk zijn. Een zeilboot kan zomaar omslaan door zo'n hoos. Nou, de rest van de middag en vanavond komen er ook nog steeds buien voor. Er kunnen soms stevige buien zijn met lokaal veel regen. Er zijn ook wel opklaringen met wat zon, met name in het noordwesten van het land. Halverwege de avond is het een graad of 17 bij een matige noordwestenwind. Komende nacht overigens de bewolking en dan is het wat meer regenachtig weer, met name in het oosten en zuidoosten. Daar kan het wat langere tijd gaan doorregenen. De minima komen uit rond 14 graden. Dan morgen. Dan begint de dag met nog tamelijk veel bewolking, zeker in de oostelijke helft van het land en ook nog een paar buien die over het land trekken. Maar dan in de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog en vanuit het westen breekt ook de zon steeds vaker door. Met een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind wordt het echter niet warm. Ik denk dat het kwik bij 19 of 20 graden op veel plaatsen toch wel stokt, misschien op een enkele plek 21 graden. Dan dragen we daarna. Op de woensdag is het in eerste instantie heel aardig weer. De zon schijnt behoorlijk, afgewisseld met wat stapelwolken en ook wat hoge bewolking die overdrijft. Een matige westenwind en daarbij wordt het 20 tot 23 graden. Maar aan het einde van de dag dan gaat de bewolking snel toenemen en in de avond volgt al de eerste regen vanuit het zuidwesten. In de nacht naar donderdag gaat het op meer plaatsen regenen dan donderdag overdag. Dan krijgen we een afwisseling van wolken, zon en een aantal buien. Bij een graad of 20 en een stevige westelijke wind. Op vrijdag ook nog een aantal buien, maar ook zon. Nog steeds die westelijke wind. En wat lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Een graad of 20. Ja, en daarna blijft het een beetje kwakkelen wat betreft het zomerse weer. Want echt zomers wordt het voorlopig niet. Middagtemperatuur komt meestal net iets boven de 20 graden uit. In het weekeinde in het zuiden misschien richting de 25, maar is nog erg onzeker. Maar over het algemeen ja toch niet echt heel erg vol op zomersweer. weer. En neerslag hebben we eigenlijk ook elke dag wel. Zo'n 2 tot 3 mm kan er op veel plaatsen elke dag wel vallen. En in, na het weekende misschien zelfs nog wel weer ietsje meer. Het is dus een beetje onbestendig. Echt fraai zomerweer zit er voorlopig niet in. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.